Het Lam is geïnspireerd op en tevens een ode aan de al zo oude bekende radioprogramma Candlelight. En wie kent het programma niet, waar mensen hun gevoelens konden uiten door middel van korte verhalen of gedichten. Een programma waar velen van ons geleerd hebben hoe liefde ook gehoord kan worden, in plaats van een mail of een kaartje. En mocht je nu luisteren en je hebt een verhaal te vertellen, of je hebt een gedicht voor iemand geschreven, maar nooit hebt gedurfd dit kenbaar te maken, stuur deze dan naar info@editiegroenehart.nl ter attentie van Ledlamp. En ik zal deze dan persoonlijk voor jou voordragen. En uiteraard kun je dit ook anoniem doen. Ik moet wat bekennen en probeer te vertellen wat ik bedoel. Ben aan het verkennen om te kijken of jij hetzelfde voelt. Weet, ik ben stapelgek op jou. Je moet weten dat ik echt heel veel van je hou. Je lieve ogen en mooie lach hebben mij doen beven vanaf de allereerste dag. Toen onze blikken elkaar raakten, keek ik recht in jouw ziel. Dat was het moment dat ik voor jou viel. Ik zou gelukkig zijn met jou en dat mag je best weten. Jouw schoonheid zal ik mijn leven lang niet vergeten. Dus ik ga lekker eigenwijs mijn eigen gang, al krijg ik het van iedereen breed uitgemeten. De gedachte jou kwijt te raken maakt me bang. Jouw liefde voor mij voelt als een warme deken die mij beschermt tegen de eenzame kou. Daarom, mijn allesbetekenende schat, ik ben zo stapelgek op jou. Wil je ook jouw gedicht of korte verhaal ten gehore laten brengen? Stuur deze dan naar info@editiegroenehart.nl ter attentie van Ledlamp. En voor nu, tot de volgende keer.